Goedemorgen, nou dit is het gouden duo Tini en Hein. We staan hier voor Wereldland en we gaan een interviewtje doen. Ten eerste met koken. Hè? Ja, pannen met mannen. Pannen met mannen. Of dus mannen met pannen, wat zoiets, is het? Ja. Dus we gaan kijken wat ze ervan bakken. Ja, en ik hoop dat het er lekker is hè, wat ze bakken. Oh, dat we wat mee kunnen pakken. Ja, tuurlijk. Terecht. En er worden nog kerststukjes gemaakt? Ja, nou ja, dan hoeven we dat niet te kopen hè. Oh, die wou je ook weer iets onder je armen. Tuurlijk. Nou, gaat lekker vandaag. Hè? Dit is een unieke kans, vind ik, om ook te kijken hoe het is. Hoe het is wat andere mensen doen en hoe andere mensen het ervaren hebben. Ik ben heel nieuwsgierig. Goedemorgen, we zijn van Buurtblik en we komen eens kijken hoe dat mannen met pannen eigenlijk in elkaar zit. En dus eerste vraag, hoe bent u hier terechtgekomen? Ja, dat zou je vertellen. Nou, ik had dus natuurlijk vrienden van een wandelclubje. En die gingen naar pannen met mannen. En die zeiden, is het iets voor jou toen? Want jij moet ook koken thuis. En ik zei, nou, dat ga ik doen. En zodoende ben ik hier. En ook voor de gezelligheid natuurlijk. Hè. U kookt thuis ook? Ik kook thuis ook. Ja. U bent alleen? Ik ben alleen. Dat is ook een beetje opgeënt, hè? Want ik ben zelf ook alleenstaand. En daar ben ik er ook mee begonnen. Om dat voor andere mannen, om die alleen zijn en niet en ook alleen moeten koken. Ja, dan heb je hier de mogelijkheid om wat technieken te leren. Hallo, ik ben Lien Schoten. Eigenlijk ben ik wel heel nieuwsgierig hoe u nou hier terecht komt. Nou, 7 jaar geleden ben ik hier naartoe verhuisd en ik was net gestopt met werken. En ik kon hier helemaal niemand. Toen zag ik dit in de krant staan. Ik denk, nou, ik probeer. Dit is heel leuk om te doen. En eigenlijk alle dingen die bij Kunstgenoten tot nog toe zijn geweest, zijn allemaal leuke dingen. Het heet Kunstgenoten. En wat houdt het dan precies in, Kunstgenoten? Dan kan je je opgeven voor een donderdagmorgen. Voor verschillende dingen. We hebben ook een lachtherapie gehad, we hebben sieraden gehad. We zijn naar de koelmarkt geweest. Ik wil nooit ergens lid van worden. Dan ben ik zo verplicht. Ik vind dit juist zo leuk dat het incidenteel is. Dus ja, kan je kijken wat het programma is, wat je leuk vindt. En daar kan je op reageren. En dat kost €5. Nou, dat is eigenlijk te gek. En €5, dat is per keer? €5 per keer. En dan krijg je en nog eens een keertje koffie. 2 keer koffie. En het is gezellig. En ze zijn ontzettend gastvrij. En er heet een hele gezellige sfeer. De lol en het creëren van kunst, dat is de verbindende factor voor onze dames zoals je dit hier zit. Is het erg creatief wat je moet doen? Ik ben niet zo creatief, maar het gaat toch wel. Het is toch leuk. Nou, als ik het zie, dan wordt het al heel wat. Het wordt al wat, ja. Als er mensen zijn die moeilijk te been zijn of geen vervoer hebben, kan het altijd geregeld worden met buren, met een auto hier naartoe. En dan krijg je ook weer mensen, dan weet je ook wat er achter die voordeur gebeurt. Dan heb ik nog een vraagje. Ik ben vroeger ook kok geweest. En dan was altijd degene die het slechtste kookte, die moest de aardappelen schillen. Ja, dat is met mij ook het geval hoor. Dat heb ik goed geschoten. Nou, jammer dan. Stimuleert u ook wel eens iemand om mee te gaan? Vertelt u? Jawel. Maar een heleboel mensen die zeggen, oh nee, dat is niks voor mij. En ik zeg, heb je het wel eens geprobeerd? Nee. Nou, je moet het eerst eens meemaken, dan kan je er wat voor zeggen. Maar nu met kerstmaatjes proberen we, neem allemaal iemand mee die nooit komt. Want dat is eigenlijk de bedoeling. Want het is verrekte moeilijk om nieuwe mensen binnen te krijgen. En zoals nu vandaag, zijn er ook mensen nieuw dat u ziet? Ja. Het is mond-op-mond reclame een beetje. Je moet het horen hoe leuk het is. En drempelvrees. Je moet de drempel over. Dat is vaak ook heel moeilijk. Maar goed, 32 mensen. Als iedereen één iemand meeneemt, hebben we er 60. De mannen zijn nu aan het koken. En nou voor de tweede keer blijven de dames eten. Dus die betalen dan een bedrag voor het eten wat de mannen gekookt hebben. Dus die koken nou voor een man of 30, zijn ze het eten koken. Dat is geweldig. Ja. Ik word steeds enthousiaster. En dan gaan er ook natuurlijk mensen die elkaar hier leren kennen, die gaan samen nu de markt over of die gaan naar het museum. Want dat is dus waar het voor is.
Dat je contact maakt. Ik vind het fantastisch. Als ik het zie, dan denk ik, ik zou zo mee willen doen. Nou, welkom. Misschien zie ik je volgend jaar. Vast. Hartstikke leuk. Oké.